Ik ben Juna en ik heb CF, dat is thaislijmziekte. En dat is een ziekte die alle organen in je lichaam aantast. En zoals je misschien op de plaatjes kan zien, dan denk je, oh, er is ook iets niet goed met haar hersenen, maar dat is niet het geval. Nee, het zat bij mij het probleem bij de longen. Mijn longen werden op een gegeven moment zo slecht dat ik nog maar 25% van mijn longfunctie over had. Dus een kwart van wat je normaal zou moeten hebben aan longfunctie. En dat was het punt waarbij mijn dokter zei, ja, Juna, ik denk dat het tijd is voor nieuwe longen. En ik was het daar wel mee eens, want ik kon niet meer zo heel veel. Ik zat in een rolstoel en ik zat aan het zuurstof. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik werd op een wachtlijst geplaatst voor nieuwe longen. En dat gaat als volgt. Ja, je moet dan wachten totdat een donor beschikbaar is, die dus na zijn dood zijn organen aan jou wil afstaan. Nou, en dan halen ze jouw longen eruit en dan gaan die nieuwe erin. En dan kan je weer normaal leven zoals iedereen. Zo gezegd, zo gedaan. Zo is dat bij mij ook gegaan. En ik kreeg nieuwe longen. Maar na een paar maanden sloeg het noodlot toe. Mijn nieuwe longen werden afgestoten. En dat zette mij op een plek waar ik nog slechter aan toe was dan eerst. Waar ik eerst 25% longfunctie had, had ik nu nog maar 10%. En ik had inmiddels een nieuwe dokter, dat was de Transplant Man. Dat is zeg maar de Superman voor patiënten met een longziekte. En de Transplant Man zei tegen mij, luister Juna, ik denk dat het tijd is om nog een keer nieuwe longen te krijgen. Anders, lieve Juna, ga je dood. Wat? Wacht, wat? Ik dacht, ja, hallo, ho, ho, ho. Dat kan niet. Ik kan nog niet doodgaan. Ik moet nog naar Italië. Ik ben nog nooit in Italië geweest. Ik moet nog cappuccino drinken in Italië. Ik kan nog niet doodgaan. Maar ja, ik wist natuurlijk ook wel dat ik er niet zo goed aan toe was. En ik raakte steeds zieker, dus ik moest inderdaad nieuwe longen. En ik werd zo ziek dat ik bovenaan de lijst werd geplaatst en ik moest ook in het ziekenhuis wachten op de nieuwe longen. Nou, en om die tijd te overbruggen en om mijn doel van de cappuccino in Italië goed voor ogen te houden, had ik een after transplant list. En die hing ik boven mijn bed. Nou, wat stond er allemaal op? De cappuccino in Italië. 5 kilometer hardlopen in 40 minuten. Ja, ook makkelijke dingen hoor, zoals wereldvrede stichten. Maar ook zingen met het raam open. En 10 nagels lakken. Kijk, de dames in de zaal zullen mij begrijpen. Je moet je voorstellen, ik lag in het ziekenhuis aan de beademingskap. Ik kon niet meer zelf ademen. Ik kon niet meer uit bed om naar het toilet te gaan. Ik kon niet meer mezelf wassen. Ik kon ook niet meer zelf eten. Ik kreeg via een slang in mijn maag regelrecht voeding. Ik kon helemaal niks meer. En dan gaan ze mij ook nog vertellen dat ik geen 10 nagels mag lakken. No, no, no. Ja, ik mocht dat niet omdat een meter moest altijd op mijn vinger zitten. Om het zuurstofgehalte in mijn bloed te meten. En de dokter had gezegd, als er nagellak op je vinger zit, dan kan dat niet. Nou, daar was ik het natuurlijk niet mee eens. Dus die stond bovenaan mijn lijst. 10 nagellak. Nou, zo ging ik verder. Ik wachtte in het ziekenhuis op nieuwe longen. Totdat op een nacht mijn ouders werden gebeld. Misschien kunnen jullie naar het ziekenhuis komen, want
Het gaat niet zo goed. We weten niet of ze morgen nog in leven is, dus misschien kan je komen. Dat hebben ze natuurlijk gedaan. Thanks. En die ochtend, om 7:30, klopte de transplant man op mijn deur. Zo, Juna. Het gaat niet zo goed. Nee, het gaat niet zo goed. Ja. Vervelend. En niet best. Maar er zijn nieuwe longen. Alsof de hemel openging en de wolken opzij. Alsof een lichtstraal zo boven mijn bed ging schijnen. Nieuwe longen. Nou, het eerste wat ik tegen hem zei is: luister, wil ik die cappuccino in Italië nog gaan halen, dan zal je je moeten haasten. Ja, alle medicijnen hielpen niet. Dus dat moest gebeuren. En ik hoef denk ik niet te zeggen hoe het is afgelopen. Ik heb geprobeerd die paar uur nog in leven te blijven. Gelukt. En de transplant man is de longen snel gaan halen. En sindsdien sta ik elke dag op met nieuwe lucht. En dank ik de donor die mij heeft gered. En mensen vragen mij wel eens, is dat nou niet raar? Nieuwe longen van iemand anders in je lichaam. En dan zeg ik nee. In mijn hoofd is het helemaal normaal. Ik ben gewoon een gezonde meid. Ik kan alles weer doen. Niks aan de hand. Maar in mijn hart is alles anders. Iemand redde mijn leven. En dankzij die persoon. 5 kilometer rennen in 40 minuten. Check. Zingen met het raam open. Check. Hoewel mijn buren dat niet zo heel leuk vinden. Ik begrijp niet waarom. 10 nagels lakken. Check. Wereldvrede moet ik nog even aan werken. Maar de cappuccino in Italië. Check. Mag ik je vragen eens diep adem te halen? Alles is mogelijk.